Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem hanteert een nieuwe vorm van pijnmedicatie tijdens bevallingen, namelijk de ruggenprik light. Waarbij de traditionele ruggenprik vrouwen van hun middel naar beneden verlamd worden, kunnen vrouwen bij de ruggenprik light in beweging blijven. De barende vrouw ervaart hierdoor niet alleen meer regie over haar bevalling, het komt ook de voortgang van de bevalling ten goede, vertelt gynaecoloog Tamara Verhagen. Nou, als vrouwen aan het bewegen blijven, dat bevordert toch de indaling. Een kindje moet van bekkeningang naar bekkenuitgang. En dat is echt van wat hoger in het bekken naar de bekkenbodem. En dat is een trechtervorm. Daarbij maakt de kleine wat bochten. En als vrouwen dan meer kunnen bewegen in bed, kun je soms helpen met die bochten laten maken. Dus dat vinden we echt een groot voordeel van deze manier van verdoven. De prik wordt ook via de rug van de vrouw toegediend. Maar de medicatie is anders. En de vrouw kan via een knopje zelf de toevoer hiervan bedienen. Deze vorm van zelfregie wordt door de barende vrouw als prettig ervaren. Ja, we zien in studies dat dat heel belangrijk is. Dat het met name ook zeker iets op de pijnbeleving doet. Dat het natuurlijk een hele andere manier van ervaren is wanneer je zelf kan drukken. Wanneer op principe het moment dat jij er behoefte aan hebt. Dat dat anders is dan wanneer je daarom moet vragen. Ja, daar gaat dan altijd meer tijd overheen. Kersverse moeder Wendy heeft tijdens haar bevalling ook gekozen voor de ruggenprik light. Na 3 dagen weeën opvangen was haar lichaam helemaal op. De medicatie kwam als een geschenk uit de hemel. Ik voelde een beetje een tintelend en doof gevoel, zeg maar. Alsof je heel lang in een verkeerde houding hebt gelegen, dat idee. Maar ik kon gewoon wel gewoon op mijn benen staan. Ik kon mijn voeten gewoon bewegen. Ik kon gewoon een bezoekje brengen aan het toilet, wat gewoon heel prettig was. Het was wel even lastig natuurlijk, want het voelt allemaal heel, heel doof aan natuurlijk. Maar het is gelukt, ja.